De trainen hebben we wat langer, maar we zijn op deze locatie begonnen in 2019. In 2017 zijn we eigenlijk officieel gestart met het team Apex Jiu-Jitsu. Ja. Jiu-Jitsu is een zelfverdedigingssport. Het staat voor de zachte kunst, vaardigheid, zeg maar, niet helemaal te vertalen naar het Nederlands. Het is een goede manier om eigenlijk te stoeien met mensen, maar tegelijkertijd is het ook op een serieus vlak de beste manier om jezelf te verdedigen wanneer je niet uit de situatie kan komen waar ook fysieke aspecten aan verbonden zijn. Ja. Er waren wel wat vechtsportscholen en ik ben zelf ook bij een MMA-school begonnen, dus Mixed Martial Arts. Alleen hier in deze streek was er geen Brazilian Jiu-Jitsu meer. En omdat wij met een groepje best wel zo diep bezig waren met de sport, is het eigenlijk gewoon organisch ontstaan. Dat dit er nu is. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mijzelf ook veilig wil voelen. En door het trainen voel ik me nou echt wel zelfverzekerder en persoon en zeker ook wel veiliger op straat. Omdat ik weet van ik ben wel voorbereid op situaties. Ja. Nou, en inmiddels in oktober de derde keer Europees kampioen geworden. Gefeliciteerd als eerste natuurlijk. En hoe was dat? Hard voor gewerkt. Het is ook mijn eerste jaar als zwarte bander. Het beter gevoel is er eigenlijk niet. Ja, je ziet dus wel ook de groei erin komen en de belangstelling voor de sport. Ja, 100%. Ook bij kinderen. Het is een hele fijne sport om mee te beginnen. Omdat wij zijn ook bezig met weerbaarheid. En je leert je bewegingspatronen kennen. En dat doe je. Hè? Ik ben nu ongeveer 2 jaar weer hier. En dat ik echt zo actief ben, dat is nu het laatste jaar een beetje begonnen sinds februari vorig jaar. Toen ben ik gevraagd voor de kidsclass en ik wou wel meer gaan trainen. En nu doe ik ben ik hier bijna elke dag te vinden. Dus dat is... waar mijn passie nu echt ligt en superleuk. Waarom heb je voor deze sport gekozen? Omdat toen ik klein was, mijn vader deed ook al jiu-jitsu. Dus toen leek het me wel leuk en toen uiteindelijk doe ik nu nog steeds jiu-jitsu. Well, I do karate. Well, I did karate in Mexico and I always wanted to try to continue doing martial arts, especially self-defense. And I already kind of know the fighting on my feet. So I was missing the ground fighting and I was looking for a school in Enschede and I found Apex. En hoe vaak in de week train je hiervoor? Of met allebei je sporten? Ja, eigenlijk wel elke dag. Elke dag? Ja. Word je daar niet moe van? Nee, ik vind het gewoon leuk, dus ja. Er is geen slaan en schoppen bij, dus eigenlijk, het is best safe. Maar je leert je wel zelf verdedigen. Dus als je op straat bent of ergens, je kunt jezelf wel verdedigen, maar ook zonder iemand te beschadigen. En dat vind ik eigenlijk heel mooi van deze sport. Het zelf doen vind ik natuurlijk het allerleukste. Maar het gaat ook niks boven om iemand anders beter te maken. En daar leer ik zelf ook heel veel van. Want als je, in ieder geval Leah zegt, als je een kind het kan leren, dan snap je het pas echt. Ten eerste denk ik dat fysiek belangrijk is, goed in jouw lichaam zitten en jouw eigen kracht van jouw lichaam kennen. En oké, hoe moet ik nou eigenlijk bewegen en hoe kan ik bewegen? En mentaal, om ook gewoon dingen te durven en een stukje assertiviteit zal je hier ook wel leren. Want je moet gewoon voor jezelf opkomen, je moet grenzen aangeven, zowel fysiek als mentaal. En ik denk als je het mentaal niet kan, dan kan je het fysiek ook niet. Dus ook in het kader van zelfverdediging. Denk ik dat het gewoon heel erg samenhangt. Je kan leren communicatief, maar je wil ook de andere kant kunnen. Het is een soort van yin-yang, denk ik. It's nice to, as I said, to develop, to know how to defend yourself. I come from Mexico, so it's very important to kind of, to know how to approach someone, or if someone approaches to you, you know how to, defend basically. I always say, better to know it and not need it than need it and not know it.